voor de persconferentie. Hij zal gepresenteerd worden aan de pers in eerste instantie en de pers zal natuurlijk dat verder begeleiden. Er is vrij veel belangstelling vanuit de pers, omdat Nacho gewoon een fantastisch traject heeft afgelegd de afgelopen 2 jaren. Het begon te leven. Die donkere dagen van Dien Goeree zijn achter de rug. We gaan een nieuw hoofdstuk in. En de man die belangrijk wordt in dat nieuwe hoofdstuk is ongetwijfeld Stanley Menso. Menso heeft een fantastische staat van dienst als voetballer, zeker. Keeper in Nederland bij Ajax en PSV. En hij heeft ook voor de Nederlandse selectie heeft jarenlang gekiept. En daarnaast is hij ook nog trainer van verschillende teams en clubs geweest. Voor het laatst had hij de nationale selectie van Aruba onder zijn hoede. En dat geeft toch wel aan dat Stanley Menso beschikt over een dosis aan ervaring. Daarnaast is Menso heel bekend met het Surinaamse voetbal. Stanley Menso was belangrijk bij de Suriprofs en heeft in die hoedanigheid heel, heel vaak gedeeld met de Surinaamse voetbalbond. Niet alleen, maar ook met het Surinaamse voetbal. En dat hij het Surinaamse voetbal kent, dat is toch wel een grote pre. We bereiden ons natuurlijk voor op de wedstrijden. Een internationaal vriendschappelijk toernooi dat eind van deze maand wordt gespeeld. Waaraan niet alleen maar Nacho deelneemt, maar ook zeg maar de nationale selecties van Guyana en Barbados. En dat wordt dus de eerste grote test van Stanley Menso. Zometeen gaat deze persconferentie van start. Goedemiddag allemaal, mensen van de pers, bestuur Surinaamse Voetbalbond, onze 2 directeuren, de heer Menso, de heer Guideken, meneer Tevrede en alle andere aanwezigen. Nogmaals, goedemiddag, het is 12 uur geweest. Mag ik u alsnog namens de Surinaamse Voetbalbond een sportief 2022 toewensen. Wij weten dat wij uitdagingen hebben gehad afgelopen jaar zeker als het gaat om de sport in Suriname. Maar we zien dat langzamerhand wij de draad weer oppikken dat Suriname weer aan het om Suriname weer aan het sporten te krijgen. Ik ben Faisal Abdul Ghafoor. Ik zal vandaag proberen om leiding te geven aan deze persconferentie. Ik vraag een ieder om zijn of haar telefoon op silent te zetten, zodat we geen storingen hebben gedurende de persconferentie. Ik geef dan het woord aan de voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond, de heer Krishnadat, die een korte intro en inleiding zal geven over het gebeuren vandaag.
Voorzitter, alstublieft. Ja, dank u wel, secretaris. Stanley, Brian, Roberto, ook welkom. We hebben in het gesprek dat we een tijdje geleden hebben gehad, het is nu dacht ik ruim anderhalve maand geleden, met de Vereniging van Sportjournalisten, een afspraak gemaakt in principe voor deze meeting. Misschien heeft het iets langer geduurd dan we allemaal wel gewild hebben. Maar het is er eindelijk dan toch van gekomen. Misschien dat Surin jullie voor de zoveelste keer misschien ook kan uitleggen wat ertoe heeft geleid voordat we tot dit moment zijn gekomen. Voor ons is belangrijk, zoals onze secretaris-generaal reeds zei, dat we met gezwinde spoed van start gaan in Suriname. En dat heeft te maken met onze competitie enerzijds. En anderzijds omdat wij dit jaar op 4 momenten in feite internationaal moeten gaan performen. We hebben de window van januari. Dan hebben we dus in maart weer een FIFA window. Dan moeten we in juni, ik dacht 2 tot 14, hebben we dus de eerste matches voor de Nations League. Om dan weer in september Nations League wedstrijden te spelen. Om in 2023 die finals daarvan te hebben. Dit naast het feit dat wij dus ook onze andere selecties, de U20, de dames en de heren selecties, dus aan het werk gaan moeten zetten dus in het komend jaar. Hoe we daar naartoe willen werken en dat soort zaken, dus dat zal voor een belangrijk deel op het bord van dus onze bondscoach komen te liggen. Maar belangrijk is dus dat wij samen met u naar die momenten toe willen werken en laat me zeggen dus de Surinaamse gemeenschap en daarbuiten zo omstandig mogelijk kunnen informeren over hoe en wat en waar we zijn met bepaalde dingen die we hebben afgesproken. Ik wil het hierbij houden, heel kort, omdat we alle aandacht willen geven dus aan dus de coach en zijn assistent, maar als er vragen zijn later in de meeting, dan kan ik eventueel op bepaalde dingen terugkomen. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik geef alvorens wij overgaan tot het moment, toch het woord even aan de ondervoorzitter die kort iets zal zeggen. Ondervoorzitter. Goedemiddag ook van mijn kant. Ik ben Dayasan Kermatura, ondervoorzitter bij de SVB. En na onze laatst gehouden persconferentie het afgelopen jaar is er dus een ALV voorafgegaan van de SVB met de leden na alle verwikkelingen, ontwikkelingen betreffende Nacho met ook de technische staf, de bondscoach, etc. En uit die vergadering van de leden met het bestuur is er dus mandaat gegeven aan dit bestuur om in elk geval Nacho verder te ontwikkelen, een nieuw traject uit te zetten waarbij één belangrijke opdracht is meegegeven en dat is dus behoud van Nacho in de CONCACAF A-League. Dus dat betekent onder geen enkel beding degradatie naar B en C. Dat is dus een stukje beleid dat wij hebben gecontinueerd in de afgelopen periode. Het is niet makkelijk geweest om het afscheid met de vorige bondscoach gestalte te geven. Maar uiteindelijk heb ik dat ook als een stukje persoonlijke opdracht meegekregen en hebben we dat goed afgerond. En dan was de opdracht onder andere aan mijn persoon om te kijken van hoe wij verder zouden kunnen gaan met de versterking, ontwikkeling van onze nationaal voetbal als een bijzondere opdracht.
Nou, wie dat wij veel gebruik hebben gemaakt van de diaspora-spelers uit het buitenland. En dat stukje de communicatie, de interacties met dat gedeelte, de spelersgroep, verliep dus nogal stroef. Vandaar dat wij dus tevreden groep uit Nederland hebben benaderd. De heer Brian Tevreden is vandaag hier aanwezig. In case er vragen zijn, kunt u dat rustig aan hem vragen. Wat hij allemaal doet voor de SVB. Maar de SVB heeft tevreden groep als partner gekozen. Om dat stukje van de spelers, de scouting, de werving, etc. om dat allemaal in op orde te hebben. En ook nog nieuwe spelers te ronselen voor Nacho om ons voetbal op een hoger niveau te krijgen. Dat contract hebben we dus in oktober getekend. En vanaf toen zijn we dus verder gegaan samen met de tevreden groep. Op zoek naar de nieuwe bondscoach voor Nacho. En ik kan u zeggen, met ook alle negativiteiten rond Nacho, was er een immense belangstelling voor die job van bondscoach. En we hebben, ik dacht, een veertiental sollicitaties gehad, waarvan ook uit Latijns-Amerika er enorm belangstelling was. Onder andere, ik dacht, Paraguay, Uruguay. En ook Italië, ook Curaçao, Nederland en dat soort landen. We hebben dus een rankingsysteem gehanteerd om punten te scoren. Waarbij een belangrijke inzet was dus dat wij liever een coach hebben die affiniteit heeft met de diaspora spelers en de voetbalomgeving van die ons kent. Maar ook het CONCACAF gebeuren beheerst, het voetballen binnen de CONCACAF om eigen is. En op grond daarvan is dus als uitverkorene uit de bus gekomen om verder mee te onderhandelen, de nummer 1. En dat is Stanley Menzo, die hier ook aanwezig is. Het was een toch wel enerverende onderhandeling, omdat Stanley op afstand zat. Wij in Suriname, dus we moesten in tripartiet verband de besprekingen voeren, ook via Brian Tevreden. En het heeft iets wat langer geduurd dan we hadden gepland. We wilden dat traject december afronden. Het is even over een paar dagen na in januari gegaan. De finale overeenkomst is toen geaccordeerd door partijen. Ik denk dat we vandaag de formalisering daarvan zullen hebben en nu presenteren. Maar in elk geval, een belangrijke voorwaarde daarbij was dat we dus een Surinaamse assistent bondscoach aan zouden toevoegen. En natuurlijk is het de leiding van de technische staf vrij om naar keuze eigen inzichten de rest van de technische staf in te vullen. SVB heeft alleen gesteld dus dat de bondsarts blijft voor Nacho, omdat wij hier de COVID-regels eigen zijn. Oh, het is een eigen ding geworden, de protocollen. Er zijn speciale protocollen voor ons COVID, met COVID voetballen in Suriname en daarbuiten. Ook CONCACAF FIFA heeft die aparte regels. Dus dokter Manco blijft. Ook onze teammanager is gebleven. Denk onze materiaalman. En de andere functies, de assistentbondscoach uit Suriname, dat is de heer Geudeke. En de rest van de functies zal de mensen in samenspraak met de andere leden van de technische staf invullen. Daar hebben we de formatie van 10 voorlopig gedefinieerd. Welke functies dat zijn, hij zal dat uitleggen. Maar de namen zult u achteraf vernemen. Maar we hebben eigenlijk al kandidaten voor die posities. We hebben een jaar budget vrijgemaakt, dus voor Nacho. Nacho begint over een week met de eerste toernooi. In elk geval heb ik met ondersteuning van bestuur en ander gevolg en ook Brian en iedereen mijn taak tot zover volbracht en ik sta open en bereid om een verdere bijdrage te leveren tot de verdere versterking van Nacho. Ik wens de heren die nu gekozen zijn om een job te klaren voor Nacho heel veel succes in hun nieuwe carrière
En ik zou zeggen, ik ondersteun ze ten volle vanuit elke positie die mij geboden wordt om te ondersteunen. Ik dank u. Dank u wel, ondervoorzitter. We gaan dan één adem verder. Ik geef het woord dan aan onze nieuwbakken bondscoach van Nacho, de heer Mensou. Alsjeblieft. Dank u wel, secretaris. Kijk naar het bestuur. Ik wil iedereen ook welkom heten. Van de pers, van de media. Ik ben ook enorm blij dat ik jullie eindelijk te woord mag staan. Ik heb aangegeven, nadat ik meerdere keren was benaderd voor een interview, dat ik dit traject met jullie samen wil ingaan, samen wil beginnen. En dat begint eigenlijk vandaag. Dus ik ben blij met jullie begrip daarvoor. En het klopt, de Nederlandse media en andere media's hebben een woord van mij gekregen. Maar in deze vind ik dat jullie mijn partner zijn, mijn stakeholder. En daarom wilde ik met jullie samen dit traject ingaan. Toen ik benaderd werd door Brian Tevreden om of ik interesse had om bondscoach van Suriname te worden, was ik natuurlijk enorm vereerd. Ik heb alles op de voet gevolgd wat ik kon volgen. Ik heb gespeeld tegen Suriname. Ik was enorm vereerd omdat je krijgt een verzoek van je vaderland om ze te vertegenwoordigen op voetbalgebied. Iets wat ik altijd heb proberen te doen. Iets waar ik van gedroomd heb. En nu komt het eigenlijk eindelijk tot uiting. Vereerd maar wel denkende van, ja, hoe? Ik stond onder contract op Aruba. Ik was technisch manager van de bond daar. Ik had net nog geen jaar was ik bezig. En dan word je voor deze job gevraagd. Ik heb een gesprek gehad met de bond. En zij zag ook mijn ambitie. En hebben toen meegewerkt. Het volgende traject was, ik woon op Aruba. Mijn familie woont daar, mijn zoon gaat naar school. Dus dat moest ook allemaal nog geregeld worden. Dat hebben we kunnen regelen. En vandaar dat het zo iets langer heeft geduurd dan normaal. Wat werd gezegd. Nacho. Wat ik zei, ik heb het gevolgd. Er zijn enorme stappen gezet. Ik denk dat er een goede basis is gelegd. Een basis waar verder op gebouwd moet worden. Een basis waar ik graag een steentje aan wil bijdragen samen met mijn team. De doelstellingen zijn ook duidelijk gedefinieerd en voor mij geen onrealistische doelstellingen. Belangrijk is dat we de voorwaarden creëren om die doelstellingen te kunnen realiseren. En dat is een proces waar je mee bezig bent, waar je start. En dat is ingezet. We hebben het over een nacho wat bestaat uit diaspora-spelers, professionals, maar ook uit jongens uit Suriname, lokale spelers. Want er komen momenten en er zullen momenten zijn waarin je je lokale spelers zal moeten gebruiken. Maar ik vind ook dat je het lokale voetbal moet helpen ontwikkelen. En dat kan door gebruik te maken van deze jongens. Dat is, vind ik, een taak van mij. Verder ben ik hier niet alleen voor Nacho, maar ook voor het algehele Surinaams voetbal. Ik ga samenwerken met de technisch directeur. Ik ga samenwerken met de mensen die hierin belangrijk zijn. En ik hoop zo mijn steentje bij te dragen aan ontwikkeling, de algehele ontwikkeling van het Surinaams voetbal. In dit geval in het bijzonder het nationaal herenelftal. Ik denk dat ik
genoeg gezegd heb. Anders haal ik misschien de vragen uit jullie mond. Nogmaals, ik zie jullie als een stakeholder, als mijn partners. En soms in kruin, maar dat maakt niet uit. We moeten elkaar door één deur kunnen gaan. We moeten samen kunnen werken. We moeten elkaar crisis kunnen benaderen. Er is één ding wat voor mij belangrijk is. En dat heb ik tegen mijn staf gezegd. Dat heb ik tegen het bestuur gezegd. En dat hoop ik ook tegen jullie te zeggen. Het belangrijkste is het nationaal elftal. Het voetbal in Suriname. En ik hoop dat jullie samen met mij dit traject ingaan en helpen om het voetbal te ontwikkelen. Dank u wel. Oké, ik denk dat we ook even het woord kunnen geven aan Stanley zijn assistent. En dat is onze eigen Roberto Guideken. Trainer. Goedemiddag allen. Ik ben heel erg blij met de nieuwe aanstelling als assistentcoach van Stanley. En het is de bedoeling dat ik weer mijn krachten geef aan de voetbalsport. En daarvoor ben ik er ook. Het is mijn eerste vraag door het bestuur als ik geïnteresseerd ben. En daarna door de bondscoach zelfs. En het was niet lang over nadenken om een beslissing te nemen. Het is heel snel gegaan, omdat ik toch wel direct ben betrokken bij het voetbalgebeuren hier in Suriname. En als je bijdrage verder wil leveren, moet je niet aan de kant blijven staan, maar je moet er wel dicht op zitten. Dus vandaar dat het niet moeilijk voor mij was om ja te zeggen. Ik vond het ook belangrijk dat wij in deze Stanley Menso hier hebben om de voetbalsport ook verder te ontwikkelen. Hij zei het ook al, het gaat niet alleen om Nacho, maar het gaat om zijn kennis verder te delen met alle coaches hier. En dat vind ik fantastisch. Ik denk dat wij coaches hier in Suriname dat moeten aangrijpen. En ook die ondersteuning, die volle ondersteuning moeten geven aan Stanley. Zodat wij dat gezamenlijk verder kunnen doen. Ja, maar in ieder geval, ik ben blij met deze aanstelling. En ik ga ervoor. Dank u wel. Dank u wel, trainer Guideken. We geven nu ook het woord aan Brian om kort iets tot jullie te zeggen. Brian. Goedemiddag allemaal. Het is net al door het bestuur aangegeven wat mijn taak is als partnership bij de SVB. En dat is onder andere helpen meezoeken aan een nieuwe bondscoach. Spelers recruteren vanuit Europa. En een adviserende rol geven daar waar nodig is. En dat wil wel zeggen dat ik daar zeer vereerd door ben natuurlijk. Ik ben zelf oud voetballer geweest. Zelf trainer geweest bij Ajax. Daarna hoofdopleiding geweest. Technisch directeur en algemeen directeur geweest. Dus het is een aardige ervaring die je dan kan toevoegen. En terug kan geven aan het Surinaams voetbal. Dus ik wil alleen zeggen dat ik hartstikke tevreden ben. En ook zeer blij ben dat ik Stan heb kunnen overtuigen. En we zijn net begonnen aan het traject. En ik denk dat er nog een aardig veel werk ligt. Dus als er vragen zijn, hoor ik het wel. Ja, dankjewel. En als laatste van de ronde achter de tafel, dan krijgt u straks de gelegenheid om vragen te stellen. Onze technisch directeur, de heer Kali. TD. Goedemiddag, allen. Dankjewel. Laat me zo beginnen. De ondervoorzitter heeft net aangegeven
dat er een aantal gegadigden waren. 13, 14. Voor ons, als ik zeg ons, het technisch departement met mij als technisch directeur en het bestuur, we hebben gekeken, we hebben een kwaliteitsanalyse gemaakt van al die mensen, van die staf. En voor ons was het niet moeilijk om die keuzes te maken naar die kwaliteitsanalyse. We hebben gekeken naar, enerzijds naar de cv van de trainers die gesolliciteerd hebben als bondscoach. En de keuze was heel snel gevallen op nu de huidige bondscoach Stanley Menso. Gekeken naar onze eigen situatie, Suriname, daar was de keuze ook heel snel gemaakt. En dat was dan meneer Geudeke. Na één gesprek was het al duidelijk dat hij het zou worden. Na dat gesprek, het gesprek heeft niet lang geduurd met meneer Geudeke. Binnen een half uur had hij zijn ja-woord gegeven. Dus de keuze is snel gemaakt. Natuurlijk moeten we nog andere leden van de staf gaan invullen. Die analyses liggen wel. En in de loop van de dagen zullen dan die poppetjes ook ingevuld worden. Dat is het. Het enige is dat we moeten voortborduren wat er al neergezet is. En zoals u weet, onze Nacho is onze vlaggenschip. Daarop worden wij beoordeeld. En daarop zal ook deze technische staf of de coachingstaf ook beoordeeld worden. Dank u. Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de vragenronde. Er zijn twee microfoons in de zaal. Wanneer u aan de beurt komt, vraag ik u dat u uw naam noemt en welk medium. We gaan u vragen om bij de eerste ronde maximaal twee vragen te stellen. En als er daarna behoefte is, dan komen we met een tweede ronde. Yes, wie wil de spits afbeten? Nagezer zien, zie ik. En daarna volgt u daarachter. Kushina Gesering, QN Sport. Stanley, gefeliciteerd. Een droom is in vervulling gegaan. Ik denk dat jij een van de van alle profvoetballers die een Surinaamse achtergrond hebben, het meest gekomen is naar Suriname sinds je bij Ajax begon, PSV, Nederlands elftal hier geboren. Roberto, gefeliciteerd, ook de voetbalbond. Je hebt een tweejarig contract getekend. Ben je daar happy mee? Want als we denken aan middellang termijn, dan is 2 jaar in principe kort. Terwijl de doelstellingen een beetje bekend zijn geweest van de Gold Cup halen, eventueel de tweede ronde. En als je wil opbouwen naar een richting, zou dat niet handig zijn geweest om te zeggen, ik kom hier voor een trek van 4 jaar. Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag is, ik heb de heer Tevreden gehoord, ook goedemiddag. Hij doet zijn naam eer aan, Tevreden Brian. Hij heeft een aantal spelers gerekruteerd als partner van de voetbalbond. Meer omdat hij ook natuurlijk uit die profiel komt. Betekent dat voorlopig de stap is om mee te werken? Want ik neem aan dat als bondscoach je ook wel spelers op het oog hebt. Want je staat niet in het voortrek voor het recruteren van de spelers. Dat is het even voorlopig. Die dame daarachter, ja. Jawel. We doen, u mag, we doen twee journalisten en dan komt de tafel aan het woord. Ja? Oké. Prima. Een vraag voor meneer Menso. U heeft gezegd van, ik hou niet van onrealistische doelen, dus ik ga... Hoort u me? Naam en welk medium, graag. Sorry, mijn naam is Annelies Brinkman. Ik werk voor het ANP in Nederland, Algemeen Nederlands Persbureau. Dus mijn vraag is over die doelen. U zegt geen onrealistische doelen. Realistische doelen. Maar kunt u een paar voorbeelden geven van
de realistische doelen waar u aan gaat werken? Vraag 1. En vraag 2 voor meneer Tevreden. Hoeveel mensen staan er nu al op de lijst, zeg maar vanuit de diaspora, die voor Nacho gespeeld hebben? Of nieuwe mensen? Dus eigenlijk, hoeveel nieuwe mensen zijn er misschien al gerecruiteerd de afgelopen maanden? En wat is het totaal waar we nu op staan van mensen uit de diaspora? Oké, Stan, ik geef je dan het woord en dank daarna Brian. Ja, 2 jaar heb ik getekend. Maar in mijn achterhoofd ga ik ervan uit dat ik 4 jaar blijf. En dat is ook een onderdeel van het contract. Maar ik vind dat je elkaar de ruimte moet geven als je je doelstelling niet haalt om op een fatsoenlijke manier met elkaar in overleg te gaan en zeggen van oké, zullen we doorgaan, ja of nee. Dat is de reden waarom we voor 2 jaar hebben gekozen. En in die 2 jaar kan ik en moet ik samen met mijn staf, met de spelers, maar ook samen met het bestuur, moet ik deze doelen kunnen realiseren. En dan kan ik gelijk inhaken op de doelen, de doelstelling. Die werd al aangeduid. We moeten in de A-pool blijven van de CONCACAF. We willen graag stappen maken op de ranking. Het zij CFU, het zij de FIFA-ranking. En dan vergeet ik er 1 volgens mij. CONCACAF, ja. Dat zijn hele, in mijn ogen, realistische doelen. Als je kijkt waar je nu staat. En als je kijkt waar je naartoe kan gaan met de mogelijkheden die je hebt. Ik weet het, we komen uit de B-groep. De A-groep is natuurlijk wat sterker. Maar daarvoor hebben we ook een potentieel aan spelers die waar we eventueel gebruik van kunnen maken. Er staat al een basis. Dus ik vind geen onrealistische doelstelling. Qua FIFA-ranking, we staan op dit moment volgens mij 139. Als je al de wedstrijden gaat winnen, Nations League, dan ga je automatisch verder in je ranking, ga je in dit geval naar beneden. En hetzelfde geldt voor de CFU en hetzelfde geldt voor de CONCACAF. Ze zijn eigenlijk aan elkaar verbonden. Op het moment dat je goed gaat presteren, ga je in je ranking om naar beneden. En ga je automatisch plaatsen voor de finale van de Nations League. Heb je geplaatst voor de Nations League finale, heb je automatisch geplaatst voor de, volgens mij, voor de Gold Cup. En dat zijn eindelijk de doelstellingen die ik heb meegekregen. En waar we met z'n allen aan gaan werken. En ik zeg, waarom niet? Volgens mij de volgende vraag voor jou, Brian. Goed, Annelies, ik zal in het kort nog even duidelijk aangeven. De spelers die we recruteren, dat is een aardige groep, een grote pool. Alleen het is wel heel duidelijk dat je de spelers niet met 1 gesprek kan overhalen. Dus het is over een periode dat je spelers spreekt. En dat doe ik natuurlijk ook met de bondscoach en de mensen omheen. Maar ik denk dat er nu al een 6-tal spelers waar we nu al mee bezig zijn om zo snel mogelijk over te halen. En hopelijk op lange termijn dat het er zeker meer worden. Maar het is niet dat je over 1 nacht ijs gaat, dat je spelers met 1 gesprek kan overhalen. Dus het gaat over een periode. Maar we kunnen wel zeggen dat de pool steeds groter wordt. Goedemiddag, Luidwekker Radio 10. Aan de heer Tevreden, u heeft het net over de spelers gehad. Kunt u misschien ook specifiek aangeven hoeveel spelers van de oude groep er nog zijn? Of hebben bedankt, of is de hele groep er nog? En u gaf net aan dat er dus tot nu toe 6 spelers zijn, nieuwe spelers zijn die bij kunnen komen. In proces. Maar ik denk dat dit een vraag voor de bondscoach is, denk ik. Maar ik zal hem doorgeven, want dit is een vraag voor de bondscoach. Ja.
Ik wil graag even deze gelijk beantwoorden, want ik heb de spelers benaderd die hier al, al waren in de vorige selectie, heb ik voor deze window benaderd. Waarom? Ik wil ze leren kennen, ik wil met ze in gesprek gaan en ook zij moeten een doelstelling hebben. Wat is hun doelstelling? Dus ik heb die spelers uitgenodigd. Helaas zijn een paar spelers kunnen niet komen omdat ze verplichtingen hebben bij een club. En dan kunnen we ze opeisen, maar dan heb je een speler die hier niet, misschien niet wil zijn of een club die hier niet wil zijn. Ik wil ook met de SVB wil ik een goede samenwerking met spelers en clubs opbouwen. En dat moet je, kan je op zo'n manier doen. Dus als een speler in een belangrijke periode zit, misschien even niet op te roepen, want hij is belangrijk voor zijn club. Daardoor geef je een beetje, waardoor je de andere keer weer iets anders kan krijgen. Ik weet ook dat deze spelersgroep op dit moment, en dan heb ik het over de diaspora spelers, er zitten een paar op leeftijd, dat weten we. En het is een heel normaal proces in de voetballerij dat je, als je op leeftijd zit en er een ander achter je aan zit die jonger is, dat je automatisch gaat doorselecteren. Een heel normaal proces wat in Europa wordt gehanteerd en hier ook gehanteerd moet worden. Dus dat proces dat zal heel normaal verlopen. De groep die ik vandaag of voor deze periode heb opgeroepen is nog steeds dezelfde. Maar ik ga ervan uit dat in de volgende window dat de groep behoorlijk versterkt zal worden. En wat Brian al zei, we moeten ook die jongens overtuigen in dit project, in dit traject. En dat is werk van ons, van ons allemaal, denk ik. Ja? Redmond, SDVS. Vraag aan Stanley Menzo. Krijgen we dan bondscoach die de komende 2 jaar in Suriname zal blijven wonen? Of krijgen we ook een bondscoach die op en neer gaat? En het tweede is, hebt u contact gehad met de vorige bondscoach om wat ervaringen uit te delen? Ja. Op de eerste vraag, om op de eerste vraag mee te beginnen. Wat wilt u graag? Dat ik hier woon of... Ik stel deze vraag omdat bij de vorige bondscoach dat wel een hele discussie geweest is. Nee, we hebben een van de zaken waar ik over gesproken heb is communicatie. Dat we duidelijk zijn aan elkaar toe wat we van elkaar verlangen en wat we van elkaar kunnen krijgen. Ik blijf gewoon op Aruba wonen. Wat ik net al zei, mijn vrouw en mijn kind wonen daar. Mijn zoon gaat op school. Maar ik werk hier. Dus ik zal meer hier zijn, daar ga ik wel vanuit, dan in, op Aruba. Daarnaast zal ik ook veel in Nederland of in Europa moeten zijn om met spelers en met clubs te praten. Dus die afspraak hebben we gemaakt dat ik werk hier, maar mijn standplaats of mijn woonplaats is Aruba. En de andere vraag was... Oh ja. Nee. En dan is de volgende vraag natuurlijk waarom niet. Ja, ik wil uitgaan van het positieve. Ik begin aan iets nieuws. En dan moet ik niet met iets negatiefs beginnen. En het heeft niks met dien te maken, maar de omstandigheden waarin alles is gebeurd de afgelopen periode is niet positief geweest. Wat zou dien mij kunnen vertellen? Het zou misschien een paar positieve dingen, maar ook meerendeels negatief. En ik heb de keuze gemaakt, met alle respect voor Dien, om geen gesprek aan te gaan, maar met een schone lei, vanuit mijn eigen ondervindingen, vanuit mijn eigen ondervragingen met mensen, om zo te beginnen. Ik denk dat Dien zijn gevoel, denk ik ook niet op dit moment, niet daar. Hij zal het gevoel ook niet hebben van... Ik ga even Stanley komen uitleggen hoe het is gegaan, wat is gegaan. Ik denk niet dat het, en dat zeg ik het gevoelsmatig hoor, dat het niet verstandig zou zijn. Met alle respect voor Dien, maar de situatie is iets anders dan als hij hier was weggegaan en hij had de Gold Cup gewonnen bij wijze van spreken. Of
of wat dan ook. De situatie was te negatief om, om hem daarvoor te benaderen. Marciano Salman, ATV. Ik heb een vraag voor Stanley en voor Roberto. Stanley, het totale traject van die diaspora spelers is eigenlijk ingezet niet alleen maar om onze nationale selectie beter te maken en hoger te brengen op de ranglijst, maar ook om het Surinaamse voetbal te ontwikkelen. Nu hebben we voor dit hele traject de nationale selectie gehad van lokale spelers. En als we nu praten over meer spelers die erbij komen, betekent het eigenlijk dat als we naar grote toernooien gaan, dat het hele team een diaspora team is. Jij staat natuurlijk voor ontwikkeling van het Surinaamse voetbal ook. Spelers die doen hun best om in de nationale selectie te komen. Ze willen tevreden gehouden worden. Ik wil graag weten, ik denk dat het heel moeilijk is, wat jij gaat doen om onze topspelers die zeg maar lokaal in de nationale selectie zouden zitten tevreden te houden. Als je toch weet dat je met heel veel diaspora spelers gaat spelen. Dat is de eerste vraag. En voor Roberto, de laatste keer dat jij betrokken was als technische man bij de Surinaamse voetbalbond, interim bondscoach denk ik, is de scheiding tussen jij en de Surinaamse voetbalbond ook heel onsmakelijk geweest. Nu ben je terug. Het heeft niet lang geduurd voordat je ja gezegd hebt. Wat heeft die turn gebracht? Waarom zeg je nu wel ja tegen deze nieuwe job? Zal ik aftrappen? Kijk, ik moet geen, wat ik al zei, communicatie is belangrijk. Je moet geen onzin verkopen aan spelers, want ze zijn niet gek. Maar wil je succes boeken, wil je succesvol zijn, heb je kwaliteit nodig. Heb je een goede organisatie nodig, heb je een goede structuur nodig. Een van de zaken die, als je kijkt naar het lokale voetbal, daar is er kwaliteit, maar is het de kwaliteit die we nu op dit moment kunnen gebruiken om die resultaten te halen. Ik zou een slechte coach zijn als ik kijk naar namen en niet naar kwaliteiten. Ik denk, en nogmaals, ik denk dat op dit moment het niveau van de spelers, lokale spelers, nog niet toereikend is. Daarom is het mijn taak, samen met de mensen, om dat niveau omhoog te brengen. Ik heb het ook geprobeerd op Aruba met de lokale spelers. Om die spelers ook die aandacht te geven en ook te kijken en ook met ze te praten. Wat is nodig om die volgende stap te maken in je ontwikkeling? Dus dat is ook een onderdeel van mijn werk, mijn taak. Dat de lokale spelers, want het heet het Surinaams Nationaal Elftal. En nationaal staat iets voor dit. En ik weet dat als je succes haalt met diaspora spelers, zal niemand iets zeggen. Op het moment dat je misschien minder resultaten haalt, dan komt het nationalistische naar boven. Ik wil graag die lokale spelers naar dat niveau proberen te brengen. Maar het is aan hun. Je moet ook in de spiegel kunnen kijken en zeggen van, hey, ik heb nog dit nodig. En daar ook open, eerlijk over kunnen communiceren. Trainer, wat kan ik doen om dat niveau te halen? Hoe kunt u mij daarbij helpen? Daarvoor ben ik er. Dus als er een eindtoernooi komt, ja, ik zal met de beste spelers daar naartoe gaan. En als de beste spelers 20 diaspora spelers zijn, dan zijn dat de beste spelers. Maar als de beste spelers 15 of 10 diaspora spelers zijn en 10 spelers lokale spelers, dan ga ik echt die spelers nemen. En ik zal moeten inspelen op de sentimenten. En ik zal, als trainer neem je ook af en toe een jonge speler mee. Hey, je staat 4-0 voor, hey, geef me kans. Laat eens kijken hoe hij op dit niveau acteert. Laat hem het gevoel geven. Laat hem laten proeven aan dit niveau. Dat is normaal. Maar mijn insteek zal zijn, ik wil en ik moet presteren. En dat wil ik met de beste spelers. En de beste spelers hoeven niet altijd
het beste team te vormen. Soms heb je spelers nodig die misschien minder zijn, maar toch iets meebrengen wat die betere speler niet heeft. Marciano, bedankt voor je vraag. Het is namelijk zo, het is een aantal jaren terug dat dat gebeurd is. Maar we weten, in de voetbalsport, als voetballiefhebber, kan je winnen, maar je kan ook verliezen. Ja, en je leert ook uit de fouten die je gemaakt hebt. Ja, en als je als trainer in die sport blijft en je direct te maken hebt met die sport, wil je ook altijd verbetering hebben. En dan heb je ook ambities. Ja? En op dit moment zijn de ambities voor mij om erbij te horen, erbij te zijn. En dat vind ik geweldig, nogmaals. Stanley is er. Ik kan heel veel ervaring opdoen. Om verder mezelf te ontwikkelen. Dus het was niet moeilijk voor mij om te zeggen van ik doe mee. Ja, wat gebeurd is, is gebeurd. En we kijken vooruit. Dankjewel. Rashid Sultan, QN Sport, Stanley en natuurlijk ook Roberto. Hartelijk gefeliciteerd. Mijn eerste vraag is voor Stanley. Het heeft even toch te maken met hetgeen je zei, dat je wil kijken wat de lokale speler biedt, wat hij je kan geven, wat hij je laat zien, toch? Maar zou dat niet het best kunnen gebeuren binnen een professionele voetbalstructuur in Suriname? Is het niet meer een SVB-aangelegenheid dat alles geprofessionaliseerd wordt, zodat jongens zichzelf ook uiteindelijk prof kunnen noemen? Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag is, volgende week sta je al voor een tweetal wedstrijden in het driehoekstoernooi. De tegenstanders zijn bekend. Vind je dat je vanuit je start als coach eigenlijk met de achterstand begint, gezien alles zo lang in Suriname al stil ligt? En hoe serieus neem je deze wedstrijd? Om met de eerste vraag te beginnen. Ik denk, misschien zou Carly die moeten beantwoorden. Ik denk wel dat het een... het is inderdaad een SVB-aangelegenheid. Maar ik ben hier te kort om precies te weten hoe de invulling gaat worden van het professionaliseren van het voetbal. Maar ik kan wel een rol van betekenis daarin in betekenen. En dat zal ik zeker doen. Dat is een onderdeel van mijn werk in het ontwikkelen van het voetbal in Suriname. Ja, dus spelers gaan zich beter en meer ontwikkelen in een professionelere setting. Dat ben ik helemaal met je eens. En dat is aan de SVB, dat is aan ons om die setting te creëren. Praat ik een beetje voor mijn beurt, dat zal niet van de een op de andere dag gaan. Je kan niet van 0 naar 100, je moet stappen maken. En daar moeten we ons bewust van zijn en we moeten ons die tijd geven. Daarnaast de vraag over de volgende week. De achterstand heeft eigenlijk puur te maken met tijd. Ja, je hebt, ik had graag al de spelers gescout, hè, laten weten wie ik selecteer. Oké, dat lukt niet. Dus ik heb alle spelers geselecteerd, niet alle spelers kunnen. Dus je gaat naar plan B. Laten we kijken hoeveel lokale spelers we kunnen gebruiken. En dan eigenlijk zie ik ze gelijk. Eigenlijk heb ik gelijk een idee, Roberto heeft een idee, van wat is het niveau. Ja? Het is ook de bedoeling dat we aankomende zaterdag met een voorlopige lokale selectie gaan trainen. Zodat ik met de jongens kan praten, dat ze weten wat mijn manier van denken is. Maar dat ik ze ook fysiek, lijfelijk kan zien hoe ze acteren. En er zullen een behoorlijk aantal spelers uit Suriname zullen deelnemen aan de selectie voor dit driehoekstoernooi. Een beetje geboren uit nood. Maar ja,
van nood moet je een deugd maken. En in dit geval komt het mij goed uit. En ik hoop hun ook. Maar je weet dat Suriname heeft na een jaar, anderhalf jaar, hebben ze eigenlijk begin van eind december, zeg ik het goed, begin januari, zijn ze weer aan het voetballen geraakt. Dus hoe ver zijn ze conditioneel? Talent, dat weten we. Het is nu om een heleboel andere dingen wat mee komt of wat mee moet komen met het talent. Maar Stan, even een kleine intermezzo. Wat ga je op het veld zeggen? Speel die bal of je tak pleabal, jongen? Want ik hoor je alleen Nederlands praten. Ja, moeilijk, man. Kijk. Ik weet nog, ik was jong. Dat is een anekdote. Ik was jong en ik ging alleen met Nederlanders om. Dus waarom ga je naar Surinaams praten? Dus ik sprak niet zo goed. Ja, thuis. Maar je weet thuis, je hoort, maar je mag niet praten. En toen ging ik naar een middelbare school, ging ik op een LTS. Een heleboel Surinamers. En toen begon ik heel langzaam weer het Surinaams te praten. En dat gaat automatisch gaan. Mijn naam is Spang. Ons op elkaar tongen, dus af en toe zal het even een beetje vastzitten. Maar hoe je ons leven? Ja, maar in jouw balsam de waarheid. Ik wilde weten welke criteria er worden gehanteerd bij het scouten en recruteren van spelers, diaspora spelers. En of de andere functies door lokale mensen of mensen daarbuiten zullen worden ingevuld. Voor mij, hè? Ja. Een van de onderdelen die ik, waar ik werk van wil maken is het opzetten van een scouting systeem. Ik wil, als ik een speler selecteer, wil ik weten hoe fit is hij. Hoeveel speelminuten heeft hij gespeeld de laatste periode. Wat nog meer? Hoe is zijn gedrag? Hè, hoe speelt hij? Zijn positie? Ja, wij spelen vanuit een bepaalde formatie en misschien speelt hij bij zijn club totaal anders. Dus al die informatie, al die data wil ik tot mijn beschikking hebben, waardoor ik voor mezelf criteria's kan hanteren om spelers te scouten of te selecteren. Ja. Een van de belangrijkste criteria's is kwaliteit. Een speler moet kwaliteit hebben. Belangrijk is natuurlijk ook zijn speelminuten. En het is niet, je moet het niet mij daaraan vastpinnen, want als ik op een bepaalde positie geen speler heb, maar ik heb wel een speler die weinig speelt, die heel goed op die positie kan spelen, dan ga ik waarschijnlijk die keuze daarvoor maken. Ja, dus je kijkt gewoon wat heb je tot je beschikking en waar kan je gebruik van maken en wat is nodig en daar maak je een keuze uit. Maar het is wel gebaseerd op criteria's. En die criteria's komen uit scouting. Kwaliteit, gedrag, speelminuten, positie. Dat is eigenlijk, dat zijn de criteria's waarop je spelers scout. En niet alleen de diaspora, ik wil ook weten wat hier gebeurt. Roberto is al tijdens het toernooi, heeft hij al gekeken van welke spelers zouden interessant kunnen zijn voor de selectie. Lokale spelers. Als je kijkt naar onze selectie op dit moment, wie hebben we in de spits? Maar ik weet, of ik heb begrepen, Rivaldo Dorson. Dorson, hè? Rivaldo. Is een goede spits met potentie. Dus moet je die jongen een kans geven, een mogelijkheid geven. En wil je hem graag van dichtbij bekijken. Ja. De functies voor de criteria's? Of? Oh, staf. Ja, oké. Okay. Ja. Ik werk graag met twee coaches, twee assistenten, twee collega's. Wat ik daarin belangrijk vind is dat sommige mensen kunnen zijn analytisch goed, sommige mensen zijn op sociaal goed.
Ik heb mensen om me heen nodig die bepaalde kwaliteiten bezitten. En mensen die vooral loyaal en hard willen werken. Ik heb voor Roberto gekozen. Ja, eindelijk als eerste. Roberto kent het Surinaams voetbal. Kent de spelers, kent de regio. Heeft laatstelijk nog, eigenlijk volgens mij de laatste Surinaamse bondscoach is hij geweest. Ik had ook voor Kenneth Jalins kunnen kiezen, maar de reden, daarom heb ik voor Roberto gekozen. Ik ben nog op zoek naar een tweede assistent, die eigenlijk uit Europa moet komen. Waarom? Er zijn ook diaspora-spelers waar hij connecties mee kan maken. Daarna kom ik aan twee belangrijke mensen voor mij in mijn staf. Dat is één mijn teammanager. Dat is eigenlijk mijn rechter en mijn linkerhand. Alles om het elftal heen. Alles om in mijn staf. Dat moet hij coördineren. En moet hij regelen. En op technisch vlak mijn performance coach. Waarom performance coach? Je werkt met professionele spelers. Je wil weten wat is hun belasting geweest de afgelopen 3 weken. Aan de hand van die belasting kan hij mij aangeven. Ik zou niet langer trainen dan zo lang. Anders ga je ze vermoeien, om het simpel te houden. Waardoor ze minder in de wedstrijden gaan trainen, gaan spelen. Daarvoor is een performance coach belangrijk. Aan de andere hand, een performance coach geeft ook de data, de informatie terug naar de clubs. Van club, dit en dit heeft jouw speler heeft bij ons gedaan. In dit geval is mijn performance coach is ook een hele goede, hij is bewegingswetenschapper. Dus beweging in voetbal is heel belangrijk. Hij kan ons daarbij helpen. Voeding is belangrijk in het voetbal. Hij kan ons daarbij helpen. Dus al die factoren samen maken dat zo iemand voor mij belangrijk is. Dan hoef ik me alleen maar te richten op het voetbal samen met mijn technische staf. Goalkeeper coach. Ik denk dat ik een van de eerste was die een goalkeeper coach had. Waardoor ik zelf beter ging presteren. Is een apart gebied. Ik heb iemand daarvan, neem ik mee uit Nederland. Maar ik vind dat hij al samenwerkt met deze keepers. Hij heeft zijn eigen keeperschool. Hij kent het vak. En heeft kwaliteit. Performance coach, wat heb ik nog meer? Dokter natuurlijk. Ja. De dokter natuurlijk, heel belangrijk. Zeker in deze COVID-periode is het enorm belangrijk om een goede dokter te hebben die kwaliteit heeft, de regels kent, weet te werken in teamverband. Eigenlijk de standaard dingen. Fysio, we werken weer met professionele spelers. Die hebben een bepaalde standaard. Qua behandeling, en dan moet je dat meegeven. Die komt ook uit Nederland, maar wij willen ook iemand uit Suriname hebben die meegaat op dat niveau. Dat die leert hoe het is om met onder bepaalde omstandigheden te trainen, te werken en zijn vak uit te oefenen. Een logistieke man. Misschien wel onderbelicht. Nogmaals, je zoekt mensen om je heen. Ik zoek mensen om me heen. Ik hoef me alleen maar met dat beest te houden. En als ik zeg van Jan of Kenneth. die ballen zijn niet goed. Dan weet ik al dat hij weet van of ik heb zoveel ballen nodig. Of ik ga die oefening doen. Dan moet hij weten van de trainer heeft 10 ballen nodig. Of de trainer heeft 20 ballen nodig. Kleding. Ook belangrijk. Ja. Dus de logistieke man is ontzettend belangrijk ook in mijn staf. En daarnaast, en vooral voor jullie, is een media officer of een media man. Ik wil de communicatie tussen deze kant en die kant wil ik eigenlijk verkleinen. Ja. We hebben jullie nodig, jullie hebben ons nodig. Ja. En daar moet iemand, een intermediair moet daartussen zitten. Dus we hebben al iemand die dat gaat doen voor ons. Om het contact zo goed mogelijk te laten verlopen tussen
de voetbalkant en de mediakant. Want, nogmaals, we hebben elkaar nodig. De namen worden, de meeste namen zijn al ingevuld. Er zijn nog een paar namen die we moeten invullen. Maar daar kom ik op een later moment graag bij jullie op terug. Goedemiddag, Arnie Belvoor, Keynews.sr. Twee vragen. De eerste vraag, laat me die alvast stellen, is misschien het makkelijk. Krijgen we, zoals ik bedoel, de pers, krijgen we zoals gangbaar is in een heleboel landen, het is niet specifiek aan de bondscoach, toegang tot spelers. Het is heel raar gelopen in de vorige periode. Maar dat we one-on-ones kunnen doen, niet alleen wanneer ze hier zijn, dingen met diepgang doen, gaat er daar een structuur voor gebouwd worden. Dat is één. Twee, het voelt aan als een receptie bij een huwelijk. Zo vreugdevol dat je vergeet dat scheidingen heel akelig kunnen worden. Eén ding, ik ken Suriname, ik ken voetbal. Zodra er overwegen diaspora voetballers in het team gaan zijn en de Surinaamse, de lokale spelers wat minder ruimte krijgen, gaan er geluiden hier komen. En we moeten niet naïef doen, het gaat komen. De enige manier waarop lokale spelers gaan kunnen aansluiten, is als ze volgens bepaalde kwaliteitsnormen 10.000 keer aannemen in een maand, 10.000 keer pasen, voetbalhandelingen. Zo alleen ga je kunnen voetballen. Het voetbal van vandaag is gebaseerd vooral op de kwaliteit van de voetbalhandelingen van de spelers. Anders gaat het niet komen. Gaat er een structuur komen waarbij de goede spelers die kunnen aansluiten, ook hun voetbalhandelingen kunnen verbeteren. Waardoor ze kunnen aansluiten bij het niveau van de diaspora voetbal. Ja, wat ik net al een beetje aangeef, ik vind het ook een terecht en een hele goede vraag hoor. Om te beginnen met de vraag 2. Wat ik al aan heb gegeven, je moet met die spelers, moet je bezig gaan zijn. En daar moeten we een structuur, een plan voor gaan maken. Op dit moment ben ik misschien een beetje te kort en ben ik misschien alleen maar bezig met deze 10 dagen. Om daar nu al inhoudelijk op in te gaan. Maar er komt een plan die we samen met de coaches, want ik vind, ik moet ook samenwerken met coaches van de clubs. Als hij mij aangeeft, hey, ik heb een goede linksback, maar hij heeft dit en dit, dat niet. Oké, laat hem een keer een paar keer bij ons trainen. Of geef me aan wat je wil zien van hem. Ik vind dat ik een plan moet maken waarin we misschien 1-2 keer in de week met een lokale selectie trainen, om ze te zien van dichtbij, om met ze te praten. Maar ik heb wel toestemming nodig van de clubs, toestemming van de trainers. Niet dat ik A zeg en de trainer zegt B. Ja, dus we moeten samen gaan werken, in dit geval met de coaches, dat we samen spelers individueel beter maken, waardoor ze in zijn geheel en in het team beter gaan functioneren. Dat is een plan dat gaat er komen en de structuur die gaat er ook komen, maar ik ben nog niet zo ver. Het is iets wat we sowieso met de coaches, met de clubs moeten overleggen. Wat kunnen we doen? Maar ik wil graag 2 keer in de week, misschien 1 keer, ik weet niet, moet kijken, met deze groep trainen. Daarvoor is Roberto ook heel belangrijk. Die ziet ze vaker. En als ik er een keer niet ben, kan Roberto het overnemen. Voor mij blijft het een onderdeel van mijn job. De afstand tussen de pers en de spelers, daar moeten we protocollen voor gaan schrijven. Ik vind dat spelers verplicht zijn met de pers te praten. Maar het moet ook geen wild west worden. En dat zijn dingen waarin die persofficer zijn werk moet gaan doen. Hij moet dat gaan coördineren.
Hij moet duidelijke afspraken maken met spelers aan de ene kant en met de media aan de andere kant. Ja, als voorbeeld geef ik, misschien na een wedstrijd mag je vijf spelers interviewen individueel. Ja, of je hebt een. Maar ja, dat zijn dingen die gaan wij bespreken, maar ook dat aspect komt aan de orde. Spelers zijn een onderdeel van de gemeenschap. Spelers moeten zich ook tonen en laten zien en iets vertellen aan de gemeenschap. Dus dat ook die structuur komt er. Ja, goeiedag. Jean-Luc van Charente, Lucky D Show. Ik heb twee vragen. Eigenlijk wil ik een compliment geven, ook de felicitaties aan iedereen hier, dat wij eindelijk kunnen zeggen dat het voetbal weer van start gaat, het internationaal voetbal van Nacho. Ik proef heel veel passie voor zowel voetbal als voor Suriname. Daar zijn we allemaal heel blij om. We zijn gebrand om te starten. Dus mijn vragen gaan eigenlijk meer om volgende week. Per wanneer kunnen wij officieel de namen horen van de speler helaas niet hebben kunnen afreizen voor de komende wedstrijden en de spelers die dus wel naar Suriname afreizen? En de tweede vraag is een beetje meer een vraag voor de SVB. Wat moet er gebeuren voordat wij publiek in het stadion mogen hebben voor wedstrijden van Nacho? En de reden waarom deze vraag wordt gesteld, ik denk dat de SVB ook heeft gezien bij de shirtverkoop, dat Surinamers gebrand zijn, niet alleen om shirts te kopen, maar ook echt gebrand zijn om ons Nacho live in actie te kunnen zien. En als het nu mogelijk is dat er 500 genodigden in een stadion zijn, hoe groot is de kans dat wij binnenkort nog 1000 kaarten kunnen verkopen voor iedereen die dat zou willen? En nogmaals, we zijn bereid als natie om er geld voor neer te tellen. Dank u. Mijn vraag is eigenlijk snel beantwoord. Ik heb een deadline gesteld voor vandaag voor de diaspora-spelers. En zaterdag trainen we met de spelers, lokale spelers. Dus zondag heb ik mijn selectie volledig. Op dit moment, en hou me ten goede, de jongens moeten nog spelen, hebben nog een speelronde. Dus het kan zomaar zijn dat iemand geblesseerd raakt of COVID oploopt. Al dat soort zaken hebben we mee te maken op dit moment. Op dit moment komen de twee keepers, Haan en Korte, Leerdam, Donk, Jozefzoon, Damiel Dankeluin, Malone, Abena en Koolwijk. Dat zijn de spelers die op dit moment zeker zullen komen, tenzij er iets gebeurt. De rest zijn nog mee in gesprek, maar daar reken ik niet op, want ik heb gezegd van ik moet het vandaag weten, want ik moet verder. En dan ga ik verder door met de lokale jongens en dan weet ik waar ik ze moet positioneren en voor welke posities ik moet kiezen. Oké, dankjewel. Voor wat betreft dus die vraag over het publiek. Wij zijn geheel en al afhankelijk van de toestemming van dus de overheid. Net zoals met het opnieuw beginnen met voetbal in Suriname. Daar hebben we dus een aantal keren brieven over geschreven dus naar de overheid. Alvorens we dus gewoon dus naar de president zelf zijn gestapt om die toestemming te vragen en vervolgens te krijgen onder bepaalde voorwaarden. Voetballen, volledig gevaccineerd en alle spelers, alle stakeholders die zich in dat stadion bevinden ondergaan 90 minuten voor de wedstrijd een swab. Als je positief bent, dan word je verwezen om naar huis te gaan om vervolgens volgens ons protocol een PCR-test te gaan doen om te bevestigen of die swab nou wel degelijk een positieve swab was. Want je kan ook een vals positief hebben. Wat wij hebben gedaan, en ik heb het verzoek ook aan dus de pers gedaan, de sportpers in ieder geval, is van met dat trainingstoernooi waarmee we van start zijn gegaan,
willen we ook aan de overheid tonen dat wij veilig kunnen voetballen in Suriname. Dat wij niet speciaal, laat me zeggen, een boosdoener moeten zijn in de verspreiding van dat ding, omdat we massa's op de been brengen. We zijn ook klaar met het toernooi. Jullie hebben zelf wel gehoord van hoeveel mensen dus er besmet zijn geraakt. Ik dacht in zijn totaliteit zijn er niet meer dan 10, maar die 10 zijn in principe allemaal besmet geraakt in die periode waarin die Omicron in Suriname dus kwam. Prettig is bijvoorbeeld, Inter Mungutapu heeft het op een of andere manier geflikt om geen enkele besmette persoon te hebben. Wij gaan dus dat rapporteren naar de president, van wie we toestemming hebben gekregen, omdat onze volgende stap gaat zijn van luister nou, we kunnen veilig voetballen. Laten we ook bewijzen dat we veilig publiek kunnen toelaten en laten kijken naar een wedstrijd van ons. Want de aanwezigheid van publiek is op een heleboel manieren dus belangrijk voor ons, toch? En niet in het minst alleen maar om dus, laten we zeggen, dus inkomsten die een club daarmee verdienen. Maar dat is onze volgende stap. En zo willen we dus ook stapsgewijs dat naar de andere niveaus van ons voetbal dus brengen. Ik moet wel zeggen dat we gemerkt hebben dat personen naar het stadion komen en zeggen van hey, ik ben dubbel gevaccineerd, mag ik niet komen kijken? Dus mensen zijn ervan bewust dat als je in een situatie terechtkomt met veel personen, dat die vraag gesteld zal worden. Dus nogmaals, we hopen dat we het zover krijgen. Het gaat wel niet kunnen gebeuren voor de wedstrijden dus die we eind van deze maand spelen. Maar we hopen dus in ieder geval dat we gedurende de rit, want die competitie van ons gaat op 4 februari starten, we wel die toestemming binnen zullen halen. Nogmaals, het is afhankelijk van de overheid en de overheid zal nu even met die grote wave van Omicron even voorzichtig zijn om direct ja tegen ons te zeggen. En daarvan zijn we bewust. Oké, we bouwen een laatste ronde erin. Wie heeft nog behoefte? 1, 2, 3, 4. We beginnen met Koesje. Stanley, je hebt aangegeven dat als je je doelen wil realiseren, dat logisch is dat je met je beste spelers het eindtoernooi moet halen om te performen. We waren zelf daar op de Gold Cup om te zien dat als je niet je beste spelers hebt, dat je, als je veel met lokale jongens speelt, dan kan je leuk spelen tegen Guadeloupe. Maar we waren vrij goed met diaspora's tegen Costa Rica en Jamaica. Per definitie loopt de Surinaamse voetballer al 2-3 jaar achter omdat ze niet hebben gevoetbald. Dus de kloof zal altijd zijn tussen een amateur die niet getraind heeft en de diaspora-speler die komt. Dus ik hoop niet dat we emotioneel worden van een man moest spelen omdat hij traint met Natje, terwijl hij eigenlijk op alle aspecten tekort zal komen, omdat die gap veel te groot is. Uiteindelijk als Natje nou voren treedt, dan maakt het dan niet meer uit als het een Surinaamse speler van diaspora. Het is Suriname, toch? Je gaf aan, spelers hebben soms clubverplichtingen. Dat snap ik dat bij deze window het eigenlijk niet erg is. Maar je kan een situatie krijgen dat je voor de kwalificatie je beste spelers opeist. En dan zegt de speler, ik heb clubverplichtingen. En de FIFA-regels zeggen wel dat je kan opeisen voor interlands. Wat doe je dan als coach? Zeg van, hey, als je niet komt, ben je gepasseerd. En twee is, wat voor type coach ben jij? Want we weten allemaal dat vanuit de Nederlandse voetbalschool ze vaak genoeg hun succes hebben met 4-3. Maar voetbal wordt ook anders gevoetbald. Ben jij degene van 4-3 om de achterlijn te halen met de voorzet? Of zeg je van je speelt 4-4-2 met je sterke selectie omdat je het middenveld wil bezetten? Of je zegt je speelt 5-3-2 met snelle vleugelbacks omdat je druk naar voren wil zetten? Wat is jouw succesformule? Dankjewel. De eerste vraag, spelers, kijk,
Het belangrijkste zijn je spelers, dus je moet een goede verstandhouding met die spelers hebben en houden. Die spelers zijn van clubs. En als ik gebruik kan maken van een andere speler en daardoor een andere speler rust kan geven of voor zo'n club kan laten spelen. En het doet me geen kwaad, dan zal ik geen problemen erover maken. Feit is wel dat wij in FIFA Windows hebben we kunnen deze spelers opeisen. En dat weten de clubs en de clubs weten ook... Als ze niet worden vrijgegeven, dat je ze kan laten schorsen voor die periode. Dus het is daarom is het belangrijk dat je een goede verstandhouding hebt met de clubs. Want je kan ook een club helpen, waardoor hij jou de volgende keer weer helpt. Dus die relatie moeten we op gaan bouwen. En ik merk ook nu, ik vind als een club zijn speler nodig heeft, moet de club moet het respect opbrengen om een officiële brief te sturen... naar de SVB om te vragen, met die en die redenen, kan ik in deze periode toch gebruik maken van mijn speler? Dan is het aan ons om te zeggen van ja of nee. Dus ik hoop dat ik daarmee je eerste vraag heb beantwoord. Ik heb op Aruba heb ik proberen met coaches te praten van, heb je een visie? Wat is jouw manier van denken in voetbal? En... heb je het op papier gezet? En een heleboel zeiden van, ik heb het wel, maar ik heb nooit op papier gezet. Ik heb het ooit, ik begon bij AGOV als trainer, heb ik het ooit op papier gezet. Een jaar geleden sprak ik met Louis van Gaal over voetballen en spraken we over visie. Hij heeft ook zijn visie moeten bijstellen. Maar hij had wel een visie. En dat is het voetbal. Het voetbal ontwikkelt zich, maar je moet wel een visie hebben, je moet wel een basis hebben. Mijn basis is 4-3-3. Maar 4-3-3 kan je op een heleboel manieren spelen. Het enige manier je het anders gaat doen is denk ik als je met twee spitsen gaat spelen. Maar je kan 3-4-3 spelen. Je kan met je vleugels hangend spelen. Je kan met je 10 en je speelt 4-2-3-1. Om het even technisch te houden. Dus met twee controlerende mensen en een 10. Je kan met die 10 en die 9 kan je naast elkaar spelen. Dan speel je bijna 4-4-2. Dus die invulling, daar heb ik mezelf ook in ontwikkeld. Ja, ook ik ontwikkel me. Ik heb ook me ontwikkeld de afgelopen jaren door in China te werken, Zuid-Afrika te werken. In China bijvoorbeeld is 5-3-2 is eigenlijk bijna heilig. Maar ik probeer wel vanuit mijn visie, met de middelen die ik heb, probeer ik wel te spelen. Ja, om de kwaliteiten van je spelers... zo optimaal te gebruiken en daar je voordeel uit te halen. Ik kreeg ook een leuk gesprek, een leuke vraag. Het was met die spelers, hè? We waren in een Zoom-meeting met de spelers. En een van die spelers zegt tegen me van... trainer, maar tegen ons speelde je vrij defensief, man. Dus ik zei van, ja, het klopt, maar als ik 80% de bal niet heb... ga ik echt niet op jouw helft kunnen spelen. Ja, dan is het de kunst, als je tegen een sterke tegenstander speelt, om andere kwaliteiten aan te boren. Ja, dan moet je misschien meer gaan verdedigen. En dan moet je misschien je verdediging versterken en andere kwaliteiten gebruiken. Ja, bijvoorbeeld op de counter spelen als je snelle spelers hebt. Daar moet je wel als team, en daarom heb ik deze mensen om me heen nodig, die moeten mij zeggen van, coach... dit is wel, zul het niet zo en zo doen. Ik zal je altijd zeggen, waarom? En als jij tegen mij zegt van daarom en daarom, zeg van, ah, je hebt gelijk, we doen het. Mijn verantwoording, maar ik heb jouw input nodig. Daarom zijn assistenten of collega's zijn belangrijk voor mij. Coach Menzo, je speelt... eind van de maand twee wedstrijden in een vriendschappelijk interland toernooi, zeg maar. En de tegenstanders zijn Barbados en Guyana. Misschien niet de supersterkste tegenstanders. U bent er pas. Suriname kent u wel. Maar het blijft gewoon zo dat imagebuilding ook voor een bondscoach heel belangrijk is. En nu kun je zeggen, het is slechts een vriendschappelijk toernooi, dus het resultaat interesseert me niet. Maar het is aan het eind van het toernooi wel heel anders als Suriname op de derde plaats eindigt. Of als Suriname op de eerste plaats eindigt. Voor het imago van het team niet alleen, maar ook voor uw imago.
Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik ben opgegroeid met in een omgeving waar alleen winnen telt. En voor mij is winnen het belangrijkste. Ik wil winnen, ik wil mooi voetbal spelen. Maar voor mij is aan het eind van de rit wil ik winnen. En dat is iets wat ik mijn spelers meegeef, mensen om me heen meegeef. Het gaat om winnen in voetbalrij. Zeker op professioneel gebied gaat om winnen. Amerikanen zeggen, de tweede plaats is de first loser, de best loser. Het gaat om winnen. En ook deze twee wedstrijden zal ik gebruiken om te kijken wie zo denkt. Ja, je kan niet in de laatste minuut, ook al is het een vriendschappelijke wedstrijd, je staat 1-0 voor, risico gaan nemen omdat je mooi voetbal wil gaan spelen. Nee, het gaat om het winnen, het gaat om die drie punten. En als het maar één punt is dat je kan halen, moet je die ene punt veiligstellen. Vraag aan Stanley. Even heel kort terug naar vorig jaar. We hebben gezien wat Dien Gerui is overkomen met de nationale selectie. Als je eigenlijk alleen maar zwakke tegenstanders hebt en dan kom je plotseling uit tegen Canada, dan heb je het gevolg ervan gezien. Je bent gewoon met 4-0 weggespeeld en het had gewoon heel makkelijk 6-7-0 kunnen zijn. Suriname heeft maar één kans gehad in die wedstrijd. Hoe belangrijk. Sorry? Was zelfs de eerste seconde 1-0 voorkomen. Precies. Maar je hebt het allemaal zelf ook gezien, Stanley. Hoe belangrijk is het voor jou? Want wij wonen in Zuid-Amerika. Maar het lijkt zo moeilijk om een oefenwedstrijd bijvoorbeeld tegen Ecuador of Peru te regelen of wat dan ook. Maar wanneer gaan wij tegen grotere landen voetballen? Dat is natuurlijk een aangelegenheid van de bond om het te regelen. Maar hoe dik kan jouw vinger in de pap zijn dat dit werkelijkheid wordt? En naar Brian toe heb ik ook de volgende vraag. Welke aspecten vormen eigenlijk het grootste struikelblok om diaspora spelers aan te trekken voor de nationale selectie? Want we zien, ja, de jongens die sowieso geen kans meer maken bij Oranje, die komen maar al te graag. Maar hoe zit het met de wat jonge spelers? Want uiteindelijk moet de toekomst er rooskleurig uitzien. Dank u. Dus ik denk gelijk mee met alle vragen, denk ik mee. Ik gebruik deze window om de spelers te leren kennen, om de oude selectie gewoon nog bij elkaar te krijgen. De volgende window wil ik gebruiken om ons voor te bereiden op de window daarna, de Nations League. Kijk, in ons denken zeggen we van, oké, we kunnen naar Europa gaan, maar daar spelen een heleboel Europese jongens. We kunnen tegen, noem maar een naam op, Luxemburg spelen. Zaak is dat wij ons gaan moeten meten met clubs uit Zuid-Amerika, uit de CONCACAF. Dus wij moeten hier ons moeten oefenen tegen tegenstanders uit deze regio. Maar we moeten niet gelijk de beste proberen te... Nee, het is ook een opbouw. Hoe meer betere spelers we krijgen, des te hoger kan ook de keuze van tegenstanders gaan. Ja, als wij een heel, heel erg sterk team hebben, kunnen we tegen een heel erg sterk team spelen. Maar het zou niet goed zijn om nu, en dan gaat het weer winnen, ik wil winnen, om nu in deze situatie nu al te spelen tegen een te sterk team, waardoor je eigenlijk misschien twee stappen terug wordt geworpen. Dus ik snap de vraag, maar de keuze is de opbouw. Ja, we zitten hier, de volgende stap is daar, de volgende stap is daar. En daar zijn spelers ook belangrijk in, om het bruggetje te maken naar Brian. Nou, het struikelblokken waar we tegenaan lopen natuurlijk zijn... Kijk, ze hebben natuurlijk ook de prikkelen meegekregen die in het verleden zijn gebeurd. En ik denk uiteindelijk dat je niet moet kijken wat er is gebeurd, maar ze willen wel vooruitkijken. En ze vragen uiteindelijk ook, wat zijn de plannen van de bondscoach, wat is het plan van de SVB? Kijk, je kan die jongens wel selecteren, maar wat gebeurt er over 3-4 jaar?
Dus je moet ze daar ook willen een goed plan kunnen voorstellen. Ja? En een ander plan wat je net hebt gegeven is natuurlijk jongere jongens. Nou, die hebben we ook in kaart gebracht. Maar natuurlijk, ja, als je hebt gradaties in spelers. Je kan een jongen die met Surinaamse roots kan je natuurlijk heel snel naar Suriname brengen. Maar het gaat uiteindelijk wel om kwaliteit, want je hebt ook met lokale spelers te maken. Dus als je jongens overbrengt, moet het wel kwaliteit zijn. Je moet wat kunnen toevoegen aan het nationale elftal. En niet maar omdat hij Surinaamse roots heeft. Dus als je over kwaliteit praat, dan moet je ook kijken natuurlijk. Want ze komen aanmerking voor het Nederlands elftal. En daar zit dan natuurlijk een heel plan achter. Dus het is uiteindelijk struikelblokken. 1, korte termijn, middeltermijn, lange termijn. En het grote plaatje. Dus dat is waar we tegenaan lopen. Ja, laatste vraag. Meneer Menzo heeft net duidelijk gezegd dat hij nu werkt met de diasporagroep van de afgelopen keer. Maar er is ook gesproken over die 6 mensen, die nieuwe mensen die in beeld zijn voor het diaspora deel. Kunt u daar misschien toch iets wat namen voor noemen of heb ik het verkeerd begrepen? Oh, ja. De 6 spelers die ik net heb gezet, die zijn nu in proces om een paspoort aan te vragen. Maar ik denk dat er een grotere groep is waar we mee bezig zijn. Maar er zijn 6 spelers waar we nu bezig zijn om een paspoort aan te vragen. Maar die zijn nog niet, die horen nog niet tot de diaspora groep. Kunt u die namen noemen dan? Die nieuwe dat namen? Dat zal ik niet doen. En waarom niet? Nou ja, ik weet je het wil weten. Maar als er iets misgaat in het proces, dan heeft het geen zin om namen te noemen. Dus als je heel even geduld hebt en we hebben de stempel dat die jongens een paspoort kunnen krijgen, dan maak ik het heel snel mogelijk bekend. Oké, dus ze zijn geselecteerd in principe, maar er moeten nog wat administratieve... Ze zijn nog niet geselecteerd. Pas als ze de paspoort hebben, zijn ze beschikbaar om geselecteerd te worden. Eenmaal we het over de jonge spelers hebben, potentiële jonge spelers om aan te sluiten die diaspora. Is er gekeken naar Shafi Simons? Die bij PSG is, natuurlijk. De optie er is als hij nog voor Suriname gaan spelen. Natuurlijk wil je dat ze kijken naar dat ze jongens, die staan natuurlijk op een lijst. Alleen ik denk dat we wel heel realistisch moeten zijn. Dat zijn jongens die Champions League spelen op het allerhoogste niveau en ook in beeld zijn bij het Nederlands elftal. Dus kijk, we moeten heel realistisch zijn. Suriname staat op 139 om het zo te zeggen. Nederland staat in top 20. Dus ja, natuurlijk wil je ze graag hier hebben, maar die jongens kijken natuurlijk op het allerhoogste niveau. Dus ik denk dat we daar rustig stappen in moeten maken. Maar om je vraag te komen, natuurlijk willen we Xavi Simons hier hebben. Absoluut. Dat is, dat gaan we niet ontkennen. Kijk, we moeten, om heel even hierop eens, we moeten echt stappen maken, hè, en niet te grote stappen maken. En we moeten ons de tijd geven, het geduld geven, maar we moeten wel zien dat er stappen worden gemaakt. Zowel van deze kant, en ik kijk ook rechts van me, ik wil dat zij ook stappen maken. We moeten samen moeten groeien, met jullie, met bestuur, wil ik groeien naar de volgende, ja, ik zei het van de week, de racing standards, ja, een stap verder gaan, en that's all. Misschien kan ik dit eraan toevoegen. We hebben dus aan Brian ook heel duidelijk gemaakt van, luister nou, waar we naartoe willen, is dat we over een ruif met spelers beschikken, waaruit de bondscoach kan selecteren. Dus het is niet zo dat, ik heb 6 jongens gevonden, dit is direct inzetten in het team. Daar werkt hij dus aan. Oké, beste mensen van de pers, we zijn dan aan het einde gekomen. Ik hoop dat wij met dezezelfde geest, dezezelfde sfeer, allemaal een bijdrage kunnen leveren aan onze nationale trots, dat we Nacho naar verdere hoogte kunnen brengen. Er is een hapje en een drankje, dus bij het opriemen van uw apparatuur kunt u gerust daar links van mij iets nuttiger. Dank u wel en een fijne dag verder.
En zo heeft u dus getuige kunnen zijn van deze persconferentie van de Surinaamse Voetbalbond, waarbij onze nieuwe bondscoach Sandy Manso is gepresenteerd. De plannen liggen er. Hij zit er voor 2 jaar. Hij is de opvolger van Dean Correa. En we moeten dus vooruitkijken. Er zijn meer spelers in de diaspora die benaderd zullen worden om zich aan te sluiten bij onze nationale selectie. Dat is in progress. Er zijn geen namen genoemd. In elk geval begint Sandy Manso de volgende week met een vriendschappelijke interland hier in Suriname. Een vriendschappelijk interland toernooi waaraan deelnemen Guyana en Barbados. En natuurlijk onze eigen Nacho. Op 28 januari speelt Suriname dan tegen Barbados. Op 30 januari Barbados tegen Guyana. En op 1 februari de laatste wedstrijd wanneer Nacho uitkomt tegen het team van Guyana. De ontmoetingen worden gespeeld in het SZ-stadion. Er wordt geen publiek toegelaten. Geen nood. U volgt al die wedstrijden live via ATV. Mede namens de cameraman Rodil Snow, onze assistent Marlon Crisis, groet Marciano Zalman en voor wat betreft live voetbal graag tot gauw. Goeiedag. Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov. Based on our discussion, I believe we can carry forward this work of developing understanding agreements together that ensure our mutual security. But that's contingent on Russia stopping its aggression toward Ukraine. So that's the choice that Russia faces now. It can choose the path of diplomacy that can lead to peace and security, or the path that will lead only to conflict, severe consequences, and international condemnation. In Yemen, at least 67 people are reported to have... Glow TV per tamam channels aapko milta hai. Dekhiye, India, Pakistan ya Surinam ka channel se, Bollywood ka tamam channel se, jis tarah se B4U hai, Sony Asia TV, UK aur direct from India mumkin hai. Pakistan ka bahut se channels, jis tarah se Ham TV, etc. और सुनाम का रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। सभी मजहबी और धार्मिक प्रोग्राम आप भी देख सकते हैं क्लाउड टीवी पर इंडिया पाकिस्तान या सुरनाम का हो क्लाउड टीवी आपके लिए है तमाम रेडियो स्टेशंस नीदरलैंड सुरनाम यूके इंडिया और पाकिस्तान का And don't forget, Radio Sangam Den Haag ka aapko bhi Cloud TV par milta hai. Contact kijiye, tarik number hai 0081 6859 08 19. Hum dohra rahe hai 0685 89 08 19. Tarik number hai contact karne ke liye. Cloud TV se aap apne ghar par maze uthaiye. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie PAHO roept landen op om prioriteit te geven aan sneltesten voor mensen met COVID-19-symptomen. Naarmate het aantal besmettingen toeneemt, moeten er meer testen worden uitgevoerd om de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Volgens PAHO-directeur Carissa Achen moet het testen op gemeenschapsniveau worden uitgebreid om de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Antigeensneltesten die in slechts enkele minuten een diagnose stellen, vereisen geen gespecialiseerde apparatuur of opleiding en kunnen daardoor meteen worden ingezet in eerste lijn gezondheidscentra waar er meer mensen dichter bij huis kunnen worden bereikt, meende PAHO-directeur. Degenen zonder symptomen moeten in quarantaine blijven en de maatregelen van hun ministerie van Volksgezondheid in acht nemen.
Een groep Surinaamse milieuactivisten ziet liever dat de overheid geen samenwerking aangaat met de Braziliaanse regering. Met als trekker milieuactivist Erland Sleur stonden vandaag verschillende personen voor de kathedrale basiliek aan de Henk Aronstraat, maar verplaatsten zich later naar het Onafhankelijkheidsplein toen bleek dat de presidentiële stoet een andere route had gekozen. Sleur zegt dat de komst van Bolsonaro onvoorstelbaar is. We zijn nog niet eens een schijntje voor Brazilië. De enige reden waarom ze hier zijn, is omdat er olie is gevonden. En dat zij een weg willen bouwen dwars door onze bossen naar onze havens toe. En daarmee kunnen we zeggen dat de nekslag zal zijn voor de Amazone en ook onze bossen. De nekslag voor de longen van de wereld, want de Amazone, hoe je draait of keert, ze zijn heel belangrijk. Daarom zie je wereldwijd protesten. Wereldwijd wordt er geroepen naar Brazilië van alsjeblieft bescherm de Amazone. En we zien dat deze man niet luistert. We zien ook laatst bij die klimaatconferentie waarbij hij last minute allerlei beloftes heeft gedaan dat Brazilië de ontbossing in 2030 gaat stoppen en dat de ontbossing terug is genomen. Nou, de conferentie was nauwelijks afgelopen en de werkelijke cijfers kwamen naar buiten dat de ontbossing vreselijk was toegenomen. Sleur zegt verder dat de ontbossingen in Brazilië zijn toegenomen met ruim 12%. President Bolsonaro staat volgens de milieuactivist toe dat inheemse volkeren en leiders die het Amazone regenwoud willen beschermen, worden uitgemoord. Activist Audrey Esaf zegt dat de overheid niet met Bolsonaro kan samenwerken vanwege zijn reputatie. Dat de president ook weet dat we dit ook niet gaan tolereren. Dat er afspraken worden gemaakt op multilateraal niveau. Dank je voor de correctie. Zonder dat de Surinaamse burgers weten wat er gebeurt. Zonder dat de inheemsen weten wat er gebeurt in hun gebieden. Want het heeft allemaal ook te maken met FPIC. Toch? Free informed consent. Toch? Dus dat alles. En als het moet, zullen we misschien weer naar het in samenwerking met de andere inheemsen. Niet alleen van Suriname, maar ook van Brazilië, waar deze schendingen plaatsvinden. Zullen we geneigd zijn weer naar het internationaal gerechtshof te stappen. Om deze handelingen te stoppen, aan halt te roepen. Esaf vindt dat de samenwerkingen met Bolsonaro moeten worden stopgezet, indien die al zijn aangevangen. Andere wereldmogendheden zullen de handelingen van Suriname niet goedkeuren als die in de schijnwerper zal staan als zakenpartner van Bolsonaro. De Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie PAHO roept landen op om prioriteit te geven aan sneltesten voor mensen met COVID-19 symptomen. Naarmate het aantal besmettingen toeneemt, moeten er meer testen worden uitgevoerd om de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Volgens PAHO-directeur Carissa Achen moet het testen op gemeenschapsniveau worden uitgebreid om de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Antigeensneltesten die in slechts enkele minuten een diagnose stellen, vereisen geen gespecialiseerde apparatuur of opleiding en kunnen daardoor meteen worden ingezet in eerste lijn gezondheidscentra waar er meer mensen dichter bij huis kunnen worden bereikt, meent de PAHO-directeur. Degenen zonder symptomen moeten in quarantaine blijven en de maatregelen van hun ministerie van Volksgezondheid in acht nemen.
En de Surinaamse Hospitality and Tourism Training Center, SHTTC, heeft vanmorgen certificaten uitgereikt aan 9 cursisten van de cursus Brood en Banket niveau 1. De organisatie verzorgt diverse opleidingen en trainingen, waaronder keukenassistent, housekeeping en front office. Volgens waarnemend directeur Rabin Buddha betreft het hier een nieuwe cursus en is de uitreiking aan de eerste groep geslaagden somber vanwege de COVID-19 situatie. Heel veel trainingen, heel veel opleidingen en deze opleiding is de laatste die wij, of meest recente die wij hebben ontwikkeld onder de twinningsfaciliteiten met Nederland en samen met het ROC van Amsterdam. Onder dit project hebben we de koks niveau 3 ontwikkeld en bakkers niveau 1, 2, 3. Het is een twinningsfaciliteit. De kosten voor lesmateriaal, het curriculum, het opleiden van de docenten, dat is ook door het project begostigd. Het gaat nog door. Verder hebben wij ook samenwerking met Bakkerij Fernandes, hebben we het curriculum getoetst. Ook met de trainer, mevrouw Matroos, die zeker een 20 jaar bij Toradica de banketafdeling of de pastryafdeling heeft gedraaid. Volgens Buddha heeft SHTTC veel ondersteuning gehad vanuit Suriname en Nederland. De cursisten kregen dan ook een erkend certificaat, onderstreept Buddha. Wij werken met internationale standaarden. Wij hebben met Nederland alles ontwikkeld. Wij werken met de CARICOM-standaarden, de CVQ's. En overal waar u zult gaan, zult u kunnen aangeven van dit heb ik geleerd, dit kan ik en dit kan ik niet. Iedereen zal weten wat u kunt doen en wat u niet kunt doen. We zijn heel blij met deze groep. En net wat mevrouw Blank zei, we hopen dat u doorgaat met niveau 2, want daar begint het echte proces. Niveau 2 duurt een jaar en een 3 maanden stage. En daarvoor moet u niveau 1 hebben. En daarna kunt u ook doorgaan naar niveau 3. En niveau 2 en 3 is te vergelijken met koks niveau 2 en koks niveau 3, waarbij je bij koks niveau 2 en bakkers niveau 2, dat je dan eigenlijk verantwoordelijkheid kan dragen. Jij kan al eindproducten leveren. De waarnemend directeur hoopt dat de cursisten door zullen gaan met studeren om de andere niveaus ook te behalen, zodat Suriname gecertificeerde koks en bakkers heeft. Cloud TV पर तमाम चैनल्स आपको मिलता है देखिए इंडिया पाकिस्तान या सुरिनाम का चैनल से बॉलीवुड का तमाम चैनल से जिस तरह से बी फॉर यू है सोनी एशिया टीवी यूके और डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया मुमकिन है पाकिस्तान का बहुत से चैनल्स जिस तरह से हम टीवी एक्सेट्रा और सुरिनाम का रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं सभी मजहबी और धार्मिक प्रोग्राम आप भी देख सकते हैं क्लाउड टीवी पर इंडिया पाकिस्तान या सुरिनाम का हो क्लाउड टीवी आपके लिए है तमाम रेडियो स्टेशंस नीदरलैंड सुरिनाम यूके इंडिया और पाकिस्तान का एंड डोंट फॉरगेट रेडियो संगम देन हाग का आपको भी क्लाउड टीवी पर मिलता है कॉन्टेक्ट कीजिए तारीख नंबर है 0031 685 89 08 19 हम दोहरा रहे हैं 0685 89 08 19 तार की नंबर है कॉन्टेक्ट करने के लिए क्लाउड टीवी से आप अपने घर पर मजे उठाइए